Brussel, er zijn een paar kleine aanzetten tot hervorming, maar al bij al is het een zeer mager beestje. Hè? Het was heel moeilijk om dit punt ook aan tafel te brengen, denk ik. Iedereen die Brussel kent weet dat de situatie van de institutionele realiteit van Brussel heel ingewikkeld is. En ik denk dat de meeste onderhandelaars, de partijvoorzitters, absoluut geen tijd wilden geven aan die staatshervorming. Dus ze hebben een werkgroep opgericht om dit soort probleem op te lossen. En die werkgroep heeft heel kleine zetten gemaakt in de richting van een Brusselse hervorming. Maar iedereen nu zegt off the record, ja, dat is niet genoeg en we moeten nu een grondige hervorming van Brussel voorbereiden. Ik onderbreek u even, want een paar weken, week of zes geleden had ik Annemie Neitz hier en die zei daarover, over die kleine aanzetten, het volgende. Wat ik denk is dat de PS, de Brusselse PS, zich verzet heeft tegen een regeling die zou opgelegd worden vanuit het federale. Ik denk dat ze, en ik weet trouwens dat ze bezig zijn veel serieuzer en grondiger hervormingen voor te bereiden tegen de onderhandelingen na de volgende gewestverkiezingen. Dus tegen 2014. Dus het is inderdaad een verkiezingsproces dat bezig is. Omdat men zelf ook wel botst tegen de grenzen van het mogelijke. En ik denk dat de Vlamingen er dus goed zouden aan doen om zich daar grondig op voor te bereiden. Want er komt een serieuze onderhandelingsbeurt en hervormingen in Brussel in 2014. Daar ben ik quasi absoluut zeker van. Deelt u haar mening? Ik denk dat de context misschien nu veranderd is. Namelijk, de Franstaligen zijn altijd, en vooral de PS, zijn altijd reticent geweest tegenover een hervorming in Brussel, omdat ze vrezen dat de Vlamingen vooral meer macht willen hebben in Brussel, meer dan meer efficiëntie. Die redenering kwam omdat veel Franstaligen dachten dat Vlaanderen een soort voogdij wil hebben over Brussel. Dat is ook heel veel gezegd tijdens onze reconstructiereeks door de onderhandelaars, namelijk dat de Vlamingen een soort strijd, hun visie over Brussel zijn veranderd. Een voorbeeld daarvan is de kinderbijslag. De kinderbijslag gaat naar de gemeenschappelijke commissie, de gemeenschappelijke commissie, ja, in Brussel. En dat is een overwinning van de Franstaligen. De gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Ja, precies, bedankt. Moet ook twee keer nadenken. Ja. La cocom, zoals we in het Frans zeggen. Dat is makkelijker voor mij. En dus het feit dat die overheveling naar de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, ja. Bedankt, is een nieuwe visie. Voor de Franstaligen betekent dat Vlaanderen niet meer Brussel beschouwt als een soort stad die onder de voogdij komt van twee, ja, grote gemeenschappen. Ik heb zelfs het gevoel dat zelfs bij de N-VA men dat idee aan het lossen is. Absoluut. En dat is iets totaal nieuws. Dat is misschien moeilijk om dat uit te leggen. Maar als de Franstaligen niet meer vrezen dat Vlaanderen een soort voogdij wil hebben over Brussel, dan zullen ze misschien geneigd zijn om meer hervormingen te aanvaarden in de zin van meer efficiëntie van Brussel. Iedereen zegt aan tafel, er is een probleem met Brussel. Sommige dingen zijn zo moeilijk in Brussel over mobiliteit, over stedenbouw enzovoort. En dus dat moet veranderen. En ik denk dat de context nu misschien gunstiger is voor die hervorming, wegens wat aan de grote federale tafel is gebeurd over Brussel, bijvoorbeeld over kinderbijslag. Maar ik denk niet dat dit zal komen voor 2014. Ik denk nee, dat dit, wat je zegt, na 2014 gaat het daar onvermijdelijk over gaan. Dat is wat ze zegt. Maar dat moet. Mm-hmm. Iedere partij beseft dat. En ook het feit dat Brussel meer geld zal krijgen en dus minder in de financiële moeilijkheden zal raken, is ook een element dat misschien meer vertrouwen zal scheppen aan tafel om grondig na te denken over Brussel en over hoe Brussel functioneert of functioneert niet. Geen enkele staatshervorming tot nu toe is definitief geweest. Die gaat doorgaans 10 tot 20 jaar mee. Daarover nog eens Bart Brinkman.
Ik denk zeker dat er nog een volgende staatshervorming zal plaatsvinden. Alleen weet ik niet of die staatshervorming op de huidige manier zal gebeuren. De staatshervorming werd eigenlijk gedaan door erg jonge partijvoorzitters, maar hun methode was oud. Was eigenlijk de methode de hanen, waarbij men een soort van wielen en dealen krijgt. Hè, van donan, ik wil dit, jij wil dat en we proberen een compromis te maken. En dan krijg je zo van die maffe discussies waar op het einde van de rit gediscussieerd wordt over de brandweer of over de dierenbescherming of whatsoever. Dat is eigenlijk geen goede manier van werken. Ik denk als de volgende ronde er zit aan te komen, en dat zal ergens tegen 2020 zijn, dan zal men toch eens moeten gaan nadenken over wat moeten de regio's doen en wat moet de federale overheid doen en dan een zo efficiënt mogelijke structuur uitdokteren. Gelooft u hem dat dit de laatste onderhandeling is geweest volgens wat hij dan gemakkelijkheidshalve de methode de hanen noemt? Ja, we kunnen niet verder gaan met die methode. Het enige ding dat nog overheveld kan worden naar de gewesten is justitie, met die oude methode. En dan komen we op de kern van de zaak, namelijk het geld en de sociale zekerheid. En op dat moment zullen we de vraag moeten stellen, welke België willen we en wat moet de federale staat nog doen en wat moeten de gewesten doen met een coherente visie. Maar als je aan dat soort gesprekken begint, dan zal het toch ook donan zijn, ik geef een beetje en jij geeft een beetje. Ik ben er niet zeker van. En eerlijk gezegd is die staatshervorming niet zeer coherent. Als je ziet, aan het begin was het de bedoeling om homogene pakketten te overhevelen. Dat is eigenlijk niet het geval. Over werkstelling, over gezondheidszorg zijn er een paar stukken overheveld naar de gemeenschappen of de gewesten. Eigenlijk zou het uitgangspunt moeten geweest zijn zoveel mogelijk efficiëntiewinst boeken. Ja. En dat is een manier om naar de zaken te kijken die ik nooit bij politici heb teruggevonden. Ja, maar als we eerlijk willen zijn, moeten we ook zeggen, we kunnen homogene pakket overhevelen, alleen maar als we op sommige punten aan de sociale zekerheid raken. Bijvoorbeeld in werkgelegenheid of gezondheidszorg. En dat is een fundamentele vraag over de toekomst van België. En daarom vind ik dat de volgende staatshervorming een andere methode zal moeten hanteren dan deze keer. En hoe moet dat dan volgens u? Artikel 35 van de grondwet maakt het mogelijk om eerst te zeggen wat er nog federaal gaat behouden blijven. En al de rest komt automatisch terecht bij de gewesten en de gemeenschappen als die dan nog bestaan. De bedoeling is dat België, als België wil voortbestaan, moet ze op een coherente en efficiëntere manier beheerd of bestuurd worden. En ik denk niet dat de zesde staatshervorming dat zal mogelijk kunnen maken. En dus de volgende, dus de zevende staatshervorming, zal ofwel het voortbestaan van België niet meer kunnen handhaven, ofwel belangrijkere maatregelen nemen om dit land efficiënter te maken. Maar ik weet niet of dat mogelijk zal zijn. Ik denk dat de cruciale test zal in 2014 zijn. De meeste Franstalige partijen kijken naar 2014 met de vraag, zal de N-VA een nieuwe doorbraak hebben of niet? En als de N-VA een grote overwinning in 2014 haalt, dan is het voortbestaan van België misschien niet meer mogelijk. Johan van der Lotte heeft in zijn nota, of nee, eigenlijk na zijn nota, het idee gelanceerd om een soort van bonds, ik had bijna gezegd republiek, bondskoninkrijk dan tot nader orde zeker, met vier evenwaardige partners. Is dat een manier van denken, een manier van werken die mogelijk is aan Franstalige kant? Ik denk van wel. Toen ik dat zei in Gent voor studenten. Het staat niet in zijn nota, hè? Nee. Het is na zijn nota. En aan de Franstalige kant wilde niemand reageren on the record. Maar off the record hoorden we heel vaak eindelijk een coherente visie voor dit land. En een voortbestaan voor dit land, maar totaal anders. Enfin, niet totaal anders, maar anders. En ik denk dat dit misschien aanvaard kan worden door de meest Franstalige partijen. Ja. Hoe ziet u de toekomst van deze regering, Di Rupo? Aan de Vlaamse kant wordt algemeen aangenomen, ze zijn veroordeeld om samen te blijven. Ze worden samengehouden door de druk van de N-VA. Dat is Hoe zit zo. Dat aan de overkant?
Dat is exact hetzelfde. Dus de eerste woorden van Di Rupo in zijn eerste ministerraad was vooral tegenover de Franstalige partij. We moeten de Vlaamse partij absoluut steunen om ze te helpen 2014 de N-VA te kunnen blokkeren. En dus tijdens de hele onderhandelingen was dit in het hoofd van de Franstalige partij. Ze willen alles doen om de Vlaamse partijen te steunen tegen de N-VA. In hun hoofd is het 2014 is het de cruciale dag voor België. Ofwel haalt N-VA 40% en dan is het game over. Ofwel kunnen ze de traditionele politieke partij in Vlaanderen helpen om nog veel stemmen te krijgen. En dan is het mogelijk om verder te gaan. Dus die regering is gedoemd om te blijven tot 2014. Dat neemt niet weg dat er heel veel moeilijkheden zullen zijn. En meer precies in de komende 6 maanden. Er is een nationale staking. Men moet heel veel moeilijke beslissingen nemen. Bijvoorbeeld over de kernenergie, over de NMBS. We moeten verder saneren. En als we verder saneren, zal de Vlaamse regering in Spanje. Ja. Dus de komende maanden zullen heel moeilijk zijn. Maar ik denk dat deze regering tenminste tot 2014 zal blijven werken. En misschien verder als de partijen die in de meerderheid zitten goede resultaten halen in 2014. Dat was ook een soort impliciet akkoord aan de tafel. Mevrouw Lacquin, vriendelijk bedankt voor dit gesprek. En u kijkers, bedankt voor uw aandacht en tot over 2 weken.